Yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier voor jullie met meer Assassin's Creed 4 Black Flag. En jongens, wauw, echt deze game. Ik vind hem zo epic. Ik heb hem een tijdje niet gespeeld, maar ik kan echt niet wachten om er weer volledig in te duiken en 1 miljoen afleveringen op te nemen. Eens even kijken, volgens mij hebben wij hier wat visite. Eens even kijken, ik denk niet dat dit veel goeds is. Stoppen. Vuren! Boom! Het warm er even. Boom! Kapot! Boom! You can't touch me. Even versnellen hier. Kunnen we dat? Ja, daar hebben we minder genoeg tijd voor. Nee, dat is onze eigen boot. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Schiet ze neer dan. Boom, boom, boom. En nog even die draaibas erop. Kijk eens aan jongens. Oh god, we gaan ook bij het kastje weilen hier. Even kijken, schiet. Snellen. Dus inhalen hier. Oh my god, een enorm eiland. Volgens mij zijn we een beetje op de rotsen gelopen. Oh nee, we liggen voor anker. We moeten versnellen. Oh, we liggen ook te water. Boom. Zo. Proeven. Hout en stof. Oh my god, jezus, nee. We zijn bijna dood. Echt, what the fuck, ik let er niet op. Nee, remmen, nee. Jezus, ik was te veel bezig met het schip en toen vaar ik hier op en mijn eerste stuurman moet mij helpen. Ik heb een navigatiesysteem nodig. I can't do this. Oh god, we zitten nog niet eens 5 minuten in de game en ik verneuk het nou alweer. Even kijken. Nou, we gaan eens even voor piraatje spelen. Ahoy maatjes. Ta-da-dan. Oh my god, we zijn al op de rots gelopen. Geweldig, Ronald. Goed, heel goed. Eens even kijken. Ja, daar hebben we ze. Oké, stoppen voor anker liggen. Oké, ga ze maar beschieten alvast dan. Even kijken hoor. Kom maar, kom dan. Boom, vuren! Goed zo. Please reconnect controller. Wat is dit nou toch steeds? Oh ja, vuur de draaibas maar dan. Boom. Fire! Oh god, we moeten wegwezen, heel snel. Die kant op. Shit, gek. Ligt gewoon naast ons hier een beetje. Boom, boom, boom. Yeah, bitches, that's right. Oké, goed. Eens kijken of we ze nog één keer kunnen raken. Yeah, there we go. Nog even dat dingetje. Boom, vuur dan. Yes. Nee, wat gedesynchroniseerd. Hoe kan dat nou? Ik denk niet dat ik ruzie moet gaan zoeken met die lui. Ik denk dat ik aan het verneuken ben. Ik zo meteen, ja, laten we piraatjes spelen. Jack Sparrow voor de win. Nou, nah, dude. I can't do that. Ik heb eerst zwaardere kanonnen nodig, denk ik. Even zien. Laten we zo snel mogelijk voorbij hun gaan varen. Eens even zien. Oh god, we gaan zo meteen tot rotsen lopen. Ja. De zandbanken hier. Laten we gewoon één cel nemen. Oh god, waarom loop ik nog steeds op die zandbank? Nog even meuk. Laten we gewoon richting het uitroepteken gaan. Why not? Het is niet dat ik geen bootje kan varen, maar ik ben er een beetje noob in. Ik ben niet een of andere supercoole, super deluxe piraat à la Jack Sparrow of zoiets. Dus even kijken. Tan. Ik vind het grappig dat ik mijn eigen boot heb. Nou, dan kan ik gewoon random gaan varen een beetje hier en zo. Reissnelheid. Oké, prima. Lekker zingen. Ho, ho, ho. La. Ik vind best wel dat ik een coole boot heb. Dit ding is best wel cool. Redelijk gigantisch en zo. Oh god, wat nou weer. Nassau. Deze locatie reizen. Of na deze locatie reizen. Ja, sure. Ik wil naar Nassau. Want dat moesten we ook, hè. Al vanaf het begin van de game willen we naar Nassau. Dus ik ben benieuwd wat ze daar hebben. Misschien wel leuke cocktailkraampjes of zoiets. Je bemanning is onmisbaar bij het enteren van schepen. Zorg dat je genoeg bemanning hebt om grote schepen te enteren. Je recreëert bemanningsleden in tavernes of door medepiraten in de rest van de wereld te helpen. Oké. Right. Nassau, de Bahama's. Oh, de Bahama's! Yeah!
Breng de cocktails maar, jongens. De Bahama's. En de kreeften. En wie ben jij, in godsnaam? Oh, nou. Zijn dat mijn broers? Oh my god. Ik heb familie. Nu toch. Mijn broers. Oké, goed. Nassau, uitkijkpunten, moordcontracten, kisten, liedjes, al die meuk. Oké, goed. Laten we eens een beetje fart gaan maken. Oh god, die hebben we van die kooien. Oh god. Nu toch. Goed, nou, we kunnen gaan synchroniseren hier, alleen ik denk niet dat ik daar zin in heb. Laten we gewoon maar de missie gaan doen en zo snel mogelijk de game uitspelen. Want al die andere meuk die er allemaal bij hoort, zoals al die synchronisatiepunten en die schatkisten vinden, daar heb ik allemaal geen zin in. Hoewel, ik ben hier vlakbij een schatkist volgens mij dan dus. Edward, wat ben je een godsnaam aan het doen, gast? Ja, tuurlijk, klim er maar weer op. Zo, nee, nee, ja. Ja, oké, okay. Ja, hierop, oké. Okay. Hallo? Hier is wat binnen. Of te boven, dat kan ook nog natuurlijk. Toch maar klimmen dan. Hoi. Even kijken. Ik zit er kennelijk nu onder. Of te bovenop. Fuck it. Ja, dit bedoel ik dus. Het is gewoon, ik kan die meuk nooit vinden. Ah kijk, hier moeten we heen. Oké. Animus database, ja, heel leuk en aardig. Zo, lekker zingen hier allemaal. Ja, ta-ta-ta-ta. Nou, iedereen aan de kant, ik moet erbij. Hallo, wie ben jij? Bemanning gezocht. Oké. Oh, dat is hoe heet die cubes ook alweer? Adawali, ja. Adawali. Adawali, the Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. You named your brig after a foxy bird. Is Jackdaw een bird dan of zo, vogeltje? Had ik dan Tweety genoemd? Serieus. Pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Hebben we er niet genoeg dan? Use caution. A shipload of the King's sailors showed up before night back. Causing trouble and knocking about like the only place. Well, dat is niet goed. Ik dood ze wel even. Ik ben immers een assassin, dus ja. Luister lekker onbeleefd. Het enige wat ze doen is een beetje zeupen hier. Bemanning van de Jackdaw. Deze meter toont aan hoe groot je bemanning is. Zonder bemanning kun je geen schepen plunderen. Om grote schepen te enteren heb je de grote bemanning nodig. Oké, nou ja, dat is leuk. Je kunt op twee manieren het bemanningsleden recruteren. Je kunt ze aannemen in een taverne. Je kunt piraten in nood helpen. Oké. Dat is leuk. Recruteer piraten. Oké dan. Hoppakee. Nou, die gaan we bemanning zoeken. Bemanning gezocht. Eens even kijken. Zijn hier bemanningsleden? Helemaal aan de kant. Ik kan wel een kameel gebruiken hier. Even kijken, laten we deze kant op gaan. Sorry jongens. Laat Edward er eens even door. Hij moet bemanning hebben. Toch nog een eind lopen, hè. Halleluja. Oh god. Ja, daar kan ik niet in. Verdorie. Hierheen dan maar. Dan. Hey, wacht eens even. Iemand hier in dit kamp. Hier is een uitkijkpunt. Laten we die wel even pakken dan. Ja, we zijn er nu toch. Ik bedoel, why not? Het is wel grappig. Beetje klimmen en zo. Vindt Edward wel leuk. Hatschiki. Wat doe je nou gek, mensen? Nou, dan ook maar niet, hoor. Jongen. Tenten hier. Move it. Ik moet dit hier doen. Hallo. Oh wat, ik moest ze doden. Oké, sterf. Huppakee, trush. Zo, ik heb ook geen behoefte meer aan jouw hoofd. Zijn nou? Oh, hallo. Jee, ik heb twee bemanningsleden. Even kijken, een schatkist hier. Eens even kijken, wat zit er in de kist? What's in the locker? Davy Jones locker. Even kijken, hier is een kistje. Eens kijken wat erin zit. Proeven. Hey, en kogels. Goed zo, eens even zien. Gaan we dan met bemanningsleden vinden. Eens even kijken. Ik vind dit wel interessant. Je kunt gewoon een beetje rondlopen, dus gewoon bemanningsleden pakken. Even kijken. Laten we eens even hier naar binnen gaan. Ik ben wel benieuwd. Het is wel verboden terrein, maar het lijkt me wel grappig om misschien eventueel hier wat mensen te pakken en zo.
Misschien werkt dat wel. Oh, ik heb ook meer gezondheid. Valt mij ook nu pas op, hè. Even kijken. Wauw, hun worden echt zwaar bewaakt. Huppakee, wel trusten. Hallo allemaal. Jullie zijn niet allemaal van mij. Waarschuwing, je moet anoniem zijn voor een interactie. Ben ik dan niet anoniem of zo, of niet? Ik ben toch anoniem of niet? Dan snel hier achteraf stoppen dan. Trusten. Oh, had ik ben gezien. Nee, ik blijf hier lekker staan hoor. Ik blijf hier heerlijk staan. Ik sta hier goed. Yes. Kijk eens aan. Nu hebben we echt heel veel bemanningsleden. Even zien. Griekele controle. Wat is dit? Zijn mijn batterijen liggen of zo? What the fuck, man. Ik heb ze nog bijgevuld laatst. Moet ik ze nou weer bijvullen? Jezus. Oh, Jezus Christus. Snel wegwezen. Ik ben weer dood. Ik dacht dat die sprong wel kon maken, joh. Nou, kennelijk niet. Nou, dan moeten we nog even wat meer bemanningsleden recruteren, hè. Hier is een liedje. Zeemansliederen. Kom hier, ik wil een liedje. Kom hier met dat liedje. Geef dat. Ik wil Pirates of the Caribbean. Kom hier. Kom hier met dat liedje. Kom hier met dat liedje. Kom hier met dat liedje. Ja, yeah, ik heb één zeemanslied. Geweldig. Oh god, ik word gechased. Snel wegwezen. Snel hier naar boven. Ik heb één van de vijf zeemansliederen van Nassau. Oké. Okay. Misschien gaan we nog wel eens een keer gewoon wat rondlopen hier in Nassau. Misschien wat huurmoorden of zoiets. I don't know. Hier weer een kistje. Laten we eens even zo'n kistje pakken. Want er zit kennelijk heel veel loot in altijd. Kijk eens aan. Nee, dat is echt wel veel. Gouden ring. Wauw. En zeemansarmband. Oké. Okay. Kijk. Oh ja, hier is nog een uitkijkpost. Oh, deze kunnen we makkelijker beklimmen. Laten we deze even pakken dan. Dan gaan we de map even zeg maar een beetje ontdekken. Want zo werkt dat toch of niet? Nou, hup, Edward. Doe je dingen eens even als aap of zoiets. Klim. Klim. Even zien, hoe hoog moet ik? Kennelijk heel hoog. Oh ja, ik moet daar helemaal bovenop natuurlijk. Oké. Nou, gaan we er even op. 1, 2, hup, hup, hup. Klim even. Ja. Wegwezen, je kutvogel. Oké, goed. En synchroniseren. Oh, wat een prachtige natuur hier toch altijd. Kunnen we er makkelijk afspringen? Ik hoop het. Kan dat of niet? Ja, dat kan. Allah, snack maar. Woesh. Echt grappig. Even zien. Oké. Okay. Een van de 7 synchronisatiepunten in Nassau. Oké. Okay. Woesh. Jongen. Is een beetje hoog, hè. Even zien. Laten we nog proberen om nog wat extra bemanningsleden vandaag nog te halen. Sowieso nog even één zo'n recruteer missie te doen of zoiets. En dan gaan we de volgende aflevering wel gewoon verder. Dan even kijken, hier is nog meer. Hier zijn meer bemanningsleden. Dat is heel mooi. Kijk eens aan. Hierdoor heb ik gezegd dat jullie hier mogen zijn. Dit is verboden terrein voor jullie gespuis. Wegwezen, ha. Dus hoe durven jullie, Edward? Wat is dit met mijn controller aan de hand? Nee. Laat mij. Laat mij met rust. Ik zal wel voor de volgende aflevering nog wel extra batterijen in mijn controle doen, maar volgens mij hoort die gewoon goed te zijn, hoor. Weet ik het. Het wordt wel heel moeilijk. Heel raar. Hey, nog een extra bemanningslid erbij. Goed zo. Wel jongens, ik zie dat we al redelijk lang bezig zijn. Dus ik ga het hierbij laten voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat even een like achter als je het een leuke aflevering vond. Abonneer nog even voor meer Assassin's Creed 4 Black Flag. En jongens, volg me even op Twitter. @ShadowGames3 Twitter. Want nou ja, daar post ik dagelijks random tweets en zo. En weten jullie ook nog wanneer er een nieuwe aflevering komt. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.